Yo, what's up guys, welkom bij een nieuwe video en vandaag gaan we Redfall spelen. De review staat al online bij GameKings.tv en ik heb al een gameplay clip geüpload op Twitter, mocht je dat nog niet gezien hebben. En dat was de footage van een best wel toffe missie, moet ik zeggen. Wel pre-day one patch en ja, behoorlijk wat performance issues, grafische bugs, glitches. Er is nu een day one patch en ik had zoiets van, nou laten we die gaan checken. Ik laat jullie een stuk zien van het begin van de game nog. Dit is nog bij de eerste Vampire God of Vampire Lord, hoe je het ook wil noemen. We gaan nu een missie accepteren. We duiken de open wereld in, de kleine open wereld van de stad Redfall. En we gaan kijken of ten eerste de performance verbeterd is. En uiteraard of deze game wellicht iets voor jou is. Duiken we hier in de main missions. The Hollow Man, dat is waar het nu om gaat. Time to go tete-a-tete with the Hollow Man himself. It's funny. Millions of diviners have seen me poke through ghost towns in Appalachia, trek through snow in the Himalayas, even hack through jungles in Central America. I've veered from brave to scared senseless every week, and I did it all for my work. But I never found any cryptids until Redfall. I should be ecstatic. But I find myself feeling nothing but anger. Anger for that man's daughter and everything she suffered at his hands. Anger that her father sucked the life out of her so he could try and cheat death. Anger that he lives on, still bleeding other people dry. And somehow, he's convinced them that they want it. Vampires aren't the worst of it. There's something even more evil underneath. We have the butterfly. We know where he is. I'm going to drag the Hollow Man into the light and see if it stops his depravity sinking into this damnable island. Okay, daar gaan we. Dit is je safe house. Althans, het heet niet het safe house. Dit is je base of operations, want er zijn ook safe houses in de game. En hier. Heel veel NPC's, je ziet al, je kan wapens hier oppikken, je kan wat ammunition oppikken. Daar kan je wat health packs oppikken. Allemaal zaken die belangrijk zijn, want wanneer je de wijde wereld induikt, je hebt maar een set aantal items die je mee kan nemen. De rest moet je vinden, moet je looten. Daarmee moet je doen. Looten is dus heel erg belangrijk, want met looten krijg je scrap. En die scrap, dat is de currency in deze game. Zoals je ziet, ik kan voor 1500... credits of scrap kan ik ammunition aanvullen. Nou, laten we dat doen. Ik neem aan dat het een wat lastigere missie is. En dan duiken we de wereld in. Right then, off to destroy a super powerful vampire whom half the locals worship like a god. Eens kijken op de map waar we naartoe moeten. Hier is de Hollow Man's door. De Hollow Man is dus de Vampire God waar we het nu tegenop gaan nemen. Je kan fast travelen. Over dat fast travelen gesproken. Ik denk dat het game een beetje breekt. Want part of the appeal, de aantrekkingskracht, is een stukje survival. En niet wetende wat er op je pad komt. De stad is bezaaid met vampieren. En je ziet deze cirkels, dat zijn vampire nests, waar de activity ontzettend hoog is. Er gebeurt dus aardig wat, maar door het fast travelen, wat ik nu dus zelf laat zien, sla je eigenlijk veel van die straten gewoon over. En ga je door. Dit is dus met de day one patch. En ik kan je al verklappen, de problemen zijn absoluut de wereld nog niet uit. Je ziet hier misschien al wat gekke grafische glitches met de boom. Vooral de blaadjes van de boom. Het is al een stuk beter. Dat moet ik wel eerlijk erkennen. Maar nog niet top. En ik had daarnet ook een progression bug. Waardoor ik gewoon niet verder kwam in de game. Even pinpoint droppen, anders zien we het. Dat is die kant op. En ik heb gek genoeg een ander wapen dan dat ik zou willen. En dus ik wil heel even de machine gun. Je wil wapens met zo'n hoog mogelijk level, uiteraard. Dat zou je niet verbazen. Want die doen gewoon verreweg de meeste damage. Het is een soort van halve life service game.
Dus looten, hogere level wapens vinden. It's all part of the game. En het is zowel een gift als een curse. Je kan de game singleplayer spelen. Dat is wat ik voornamelijk heb gedaan. Nou, je ziet hier al de gekke artifacts bij de bomen. Ik heb de game voornamelijk singleplayer gespeeld. Ik vind het heerlijk om het singleplayer te spelen. Zeker wanneer de moeilijkheidsgraad af en toe nog wel eens om de hoek komt kijken. Maar ik zie het ook zeker wel gebeuren dat we een aantal avondjes op Twitch gaan doen. Met de volle party. Het is drop-in, drop-out, multiplayer. En dat maakt het in ieder geval tof om het even een avond met vrienden te doen. Maar er is echt nog een boel mis met deze game hoor. Dit is een game, zoals velen, die wederom niet af is. Dit is een vampire. Je kan niet zomaar doodschieten. Je moet een steek gebruiken om ze definitief af te ronden. Ja, niet. You will never see the sun. Ja, wat ik wilde zeggen, ze zijn niet heel erg intimiderend, dreigend. Maar ik ben wel door aardig wat bullets heen. En dat is zeker iets om rekening mee te houden. Bullets zijn schaars. Dus probeer vooral verschillende technieken, tactieken om daar verder te komen. We moeten dus underboss skulls hebben. 3 stuks om deze deur te openen. En completing the final mission at safe houses. Daarmee ga je die skulls dus vinden. Dat is wat we nu gaan doen. We gaan denk ik niet opnemen tegen de grote baas. Simpelweg om het feit dat het misschien een klein beetje spoilerig is. Ik weet niet in hoeverre dat een probleem is hoor, maar ik denk niet dat veel mensen dit om het verhaal spelen. Het verhaal heeft niet zo heel erg veel om handen. Mag ik je ook heel eerlijk zeggen. Waar gaan we naartoe? Waar gaan we naartoe? We kunnen hier een safe house doen, maar die zit dus in een vampire nest. Laten we dat niet doen. Gaan we naar Heritage Rock. En dan, traversal zou onderdeel van deze game moeten zijn. Blijf het zeggen, dit voelt toch een beetje als cheaten. Wat met beperkte medpacks, met beperkte aantal ammo, zien te overleven. Of anders doodgaan en respawnen bij een fire station. Dat voelt hoe die game in elkaar had moeten steken. Cultists have set up a rally site, luring in locals, capturing some of them and bullying others into joining them up. Locate the rally and destroy the vampire god, effigy. Er zijn verschillende facties in deze game. Even restocken. Zoals je ziet, je gaat hard door je credits heen. Veel looten. Ik speel met een character genaamd The Vinder. En hier is de vampire cult rally. Hij is een soort van, hoe het mij is uitgelegd, een ghostbuster met een conspiracy theorist ghostbuster die uiteindelijk toch gelijk heeft en aardig wat vette gadgets heeft. Hij heeft een UV light, een soort van steek die je in de grond zet en een stroomstok. Dat zijn toffe items in battle en zoals je nu al ziet, de frame rate tankt als een malle. Dit heb ik nog niet gehad pre-day 1 patch. Dit is op de day 1 patch. Zoals je misschien wel mee hebt gekregen, heeft ook de Xbox Series X versie alleen een quality mode van 30 fps. Dit is de transponder, een van de vetste dingen. Die kan je op verschillende plekken gooien en je verwacht het niet, kan je transporteren.
Vooral die mensen met een microfoon, die wil je omleggen. Want die roepen om reinforcement. Ik ga je heel eerlijk zeggen, ik heb de game al een paar dagen mogen spelen. Ik heb nog niet zulke slechte performance gehad. De day one patch lijkt meer kapot te maken bij mij dan... Tell them I was right. Ik zat niet op te letten. Er zijn dus meerdere manieren waarop je missies kan aanpakken. Je kan full on guns blazing gaan, je kan stealth gaan. Er zijn meerdere opties. Dat moedigt de game ook aan om dat op die manier te gebruiken. Maar in principe moet je met elke character, er zijn vier hero characters, met al hun eigen abilities en noem het allemaal maar op. Oké, ik zit hier vast. Met elk van die... elke hero moet je dit gewoon kunnen halen. Hier. Nu moet ik het goed in de gaten houden. Hier is een vampire. Kijk, zo doe je dat. Dat is een power-up, specifiek voor mijn character. Een soort van toort met UV-light. En je weet, ze kunnen niet tegen UV-licht. Kijk, of we hierop kunnen sneaken. Sneaken zal het niet worden, dus meer met de deur in huis vallen. Translocating. En deze gooi ik mis. God, man, die. Dat was niet de bedoeling. Vampire gods are watching me. Als die meter vol zit, dan ontstaat er een bloodstorm. Ik kan het niet anders omschrijven. En dan krijg je toch een boel vampires op je afgestuurd. Maar vooral één grote brood. Skipping ahead. I hope you can hear this. Hollow Man's not a big fan of anyone else's radio waves. Sun's up. And I died. Oké, okay, we hebben dus de Vampire Cult Rally hebben we gestopt. Het enige wat ons nog rest te doen is de Vampire Underboss killen. Dat moeten we doen om een van de skulls te krijgen. We hebben er 3 nodig in totaal. Here we go. Reach Weeping Tammy. Helaas hebben we geen geld meer voor bullets. De Underboss dus. Zit hier bij de lighthouse. Klein stukje lopen. Daarvoor gaan we deze berg beklimmen. Sowieso in de wereld zit een boel kleine nuggets. Sowieso notes met verhaaltjes over wat er nu precies aan de hand is. Wat er is gebeurd. Wat er met de mens is. En uiteraard loot. En loot is heel erg belangrijk. Want zoals je ziet, ik ben dat door mijn credits heen. Dit zijn mijn laatste bullets. Hier moet ik het mee doen. Uiteraard vind je wel wat in de open wereld. Maar pak zoveel mogelijk scrap op.
Die scrap kan je dus inleveren. En refuelen, kopen van extra map packs, ammo. Dat is behoorlijk prijzig. Er zit verder geen monetization in de game. Dus het is niet alsof je op die manier daarvoor wordt uitgeknepen. We komen nu toch wel in de buurt bij Heritage Rock. Hier zijn we. Waardoor de vampire underboss niet ver kan zijn. Sterker nog. We found it. Come and find me. I have the high ground now. There she goes. Nu nog deze overleven. De skull. We hebben er nog twee nodig. Last but not least, but certainly dead. Dat is hem, jongens. De Vampire Underboss. Een kleine side missie hier in Redfall. Ik heb jullie wat proberen te vertellen over de game, hoe het in elkaar steekt, hoe het werkt. Je bent vervolgens, er zijn meerdere vampire gods. Je bent bewijsmateriaal aan het verzamelen om te kijken waar die vampire god zich bevindt. Die ga je uiteindelijk killen. Maar voordat we zover komen bij die vampire god, moeten we even 3 vampire underbosses killen. Hun skulls collecten, die bij de deur zetten. Om vervolgens in de vampire realm te treden waar deze Hollow Man zich bevindt. Even kort resumerend. Redfall. Ja, ik zie arcane dingen. Ik zie arcane gameplay principes. Ik zie de unieke stijl van de studio. Maar ik moet je ook heel eerlijk zeggen, de game is niet af. Verre van af. Zoals je al in dit kleine gameplay moment hebt gezien. Veel performance issues. Wat grafische bugs en glitches. Wat ik al zei, ik had een progress bug. Waardoor ik op een gegeven moment ook niet meer verder kwam. Deze had uitgesteld moeten worden. Dit had nog even moeten duren. En ook de gameplay, hoewel ik me er redelijk mee vermaak, is het niks mindblowing. Het legt de lat niet hoger. Het is niet die absolute win die Xbox op dit moment nodig heeft. Maar, omdat die in Game Pass zit, zeker het downloaden even waard. Even een paar leuke avonden met je vrienden, vampire hunten. En dan is het wel weer welletjes.